Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus. President Santokki geeft update over olie- en gasontwikkelingen in blok 58. Regering en veiligheidsbonden hebben vervolgvergadering. President Santokki wil duidelijk overzicht van woningbouwprojecten. Chinese ondernemers willen investeren in Suriname. En zakelijk platform CITA formeel geïnstalleerd. Na meerdere gesprekken gevoerd te hebben met de CEO van Total Energies, Patrick Pouyanné, in aanwezigheid van de CEO van Staatsolie en enkele ministers, is er een update gegeven over de olie- en gasontwikkelingen in blok 58 in Suriname. De topman van Total Energies heeft aangegeven dat zij voldoende informatie en technische data hebben om het proces van commerciële exploitatie van olie en gas te starten. En vandaag hebben we van meneer Patrick Pouyanné. Hij is de grote baas, de CEO van Total Energy. En die heeft met alle cijfers en feiten mij als president, maar ook de regering en ook de samenleving hiermee geïnformeerd. Dat ze met alle exploratieactiviteiten, de data die ze verzameld hebben, alle wetenschappelijke informatie, dat ze daardoor nu bevestigd hebben dat er een grote olievoorraad aanwezig is om te starten met de commerciële exploitatie. En in feite heeft hij aangegeven met alle cijfers dat we ruim 700 miljoen barrels aan olievoorraden hebben. En dat is meer dan voldoende om te starten met de commerciële operatie. En dat is geweldig nieuws. En dat er ook een tijdlijn is aangegeven wat er allemaal aan voorbereiding getroffen gaan worden dit jaar. En dat begin volgend jaar het gecontinueerd wordt. En dat zijn allemaal voorbereidingen die te maken hebben met internationale standaarden om uiteindelijk te komen tot die final investment decision. En dat is verwachtbaar in het vierde kwartaal van volgend jaar. Maar wat betekent dit? Dat ze alle voorbereidingen gaan treffen om productiefaciliteiten op te zetten. Daar op de zeebodem is een heel groot oppervlakte, kilometers onder de zee. Waar in feite gewoon een kleine stad ontwikkeld wordt met exploitatiefaciliteiten, met pijpleidingen. Wat allemaal in feite gebracht wordt naar één groot schip. En vandaar zal alles centraal gecoördineerd worden met betrekking tot de exploitatie. Maar tegelijkertijd ontstaat vandaag met deze mededeling een nieuwe tijdfase voor ons land. Een nieuwe tijdfase voor ons volk. Namelijk, daar waar er al die tijd een beetje twijfel was, gaan die olie-exploitaties door. Ja, we zijn op een historisch moment in ons land beland. We kunnen inderdaad uit deze ontwikkeling tussen de 16 en 26 miljard US dollar verdienen. Dat wil zeggen dat met goed beleid er geen armoede meer kan bestaan in Suriname. Absoluut geen armoede meer kan bestaan. Maar net als landen als Nigeria en Venezuela gaan we over 30 jaar moeten kijken. Want als niemand meer vist en niemand meer plant en niemand meer wil werken, gaan we straatarm worden na 30 jaar. Dit moet goed gemanaged worden. Dit is een hele grote stap. Er zijn technische termen, het heet pre-feed, maar het betekent voorontwerp. En wat Total vanaf vandaag gaat doen, is geld stoppen in het voorontwerp. En hoe meer geld je erin stopt,
hoe minder kans er is dat je eruit gaat stappen. Maar wat meneer Poirier met name zegt, Patrick, met name zegt, is die cost per barrel is heel erg belangrijk. Omdat we zo'n groot olieveld hebben, dat relatief dicht bij elkaar ligt, zijn we in staat om bij deze ontwikkeling ongeveer $20 per barrel te halen. En in de wereld wordt olie geproduceerd, hij heeft dat uitgelegd. Er wordt per dag meer dan 100 miljoen barrels geproduceerd. Veel van die olie kost nog $50 en $60 om te produceren. U begrijpt dan dat zo'n ontwikkeling heel erg interessant is. En Total zal dat ook niet laten liggen. Daarmee is de zekerheid dat deze ontwikkeling komt voor ons bevestigd als staatsolie. Wat gebeurt er tussen nu en 2028 als de eerste barrel eruit komt? Is dat er meer economische activiteiten gaan plaatsvinden in Suriname. En hopelijk dat IMF bijvoorbeeld dit ook meeneemt in haar economisch raamwerk. Want als die olieinkomsten worden ingenomen, dan wordt het raamwerk wat gespreider, waardoor de maatregelen niet zo strak hoeven te zijn voor Suriname. Maar dat moet de regering natuurlijk bespreken met het IMF. Groot moment voor Suriname. Ik feliciteer iedereen. Ik dank de mensen van Staatsolie, het directieteam en alle medewerkers van Staatsolie die hard hebben gewerkt hieraan. En ik weet dat er soms koskosie komt, dat het te lang duurt. Maar we werken echt heel hard eraan. Het is geen Guyana, maar het is echt heel erg goed in de wereld. Onze olievondsten zijn heel erg goed. Maar bijvoorbeeld Guyana, Lisa, is nu 2,1 miljard barrel in één reservoir. We hebben in twee reservoirs nu 700 miljoen. Ook ongehoord in de wereld. Dus we zijn goed. God heeft ons echt gezegend. En laten we er goed mee omgaan. Ik dank u. President Santokki heeft op 12 september 2023 een delegatie van ondernemers uit China ontvangen op het kabinet. Tijdens deze bijeenkomst hebben de ondernemers, waaronder vertegenwoordigers van de Shanghai Civil Engineering Group, te kennen gegeven dat zij interesse hebben om te investeren in Suriname. Hun focus ligt op de sectoren mijnbouw, infrastructuur en huisvesting. Het doel is om tegen het einde van dit jaar samenwerkingsvoorstellen aan de regering te presenteren. This trip, I come to Suriname with Shanghai Group. I found this trip, we found a joint opportunity for the investment, and we are very happy to see Suriname has a nice future. And we think Suriname is a very good place for the investment, and we do believe that oil and gas will bring another joint opportunities. We are interested in joint regions, maybe the all the infrastructure upgrade program. We are also interested in the housing program. We're interested in the mining, in the barge operation, and so many opportunities. But we have to go back and have a lot of meetings to decide that we will go for which direction. So we will have a flight tomorrow, go back to China to meet with our other investor partners. So in our go, right, we want to go back to have several meetings. But the one go is we try to get all the proposals by end of this year to the government. De regering heeft op 8 september jongstleden een spoedvergadering gehouden met de bonden van de beveiliging en bijstandsdienst, het Korps Penitentiaire Ambtenaren en het Korps Brandweer Suriname. De korpsen waren in staking gegaan vanwege ontevredenheid over afspraken die nog niet gerealiseerd konden worden door de regering.
Na een aantal voorstellen te hebben besproken, is op 12 september een vervolggesprek geweest tussen de regering en de vakbonden. We hebben dus vandaag constructief gesproken. We hebben in elk geval dus geïdentificeerd wat de problemen zijn. De toelages in de toelagensfeer vooral. Bepaalde zaken zijn dus dan doorberekend. En we zijn dus tot de conclusie gekomen dat op bepaalde zaken er zeg maar voor 90% een akkoord is bereikt. Maar dus voor dus de overige zaken moeten we even nog bij elkaar komen. En dat kan nog misschien 2 keren zijn. We hebben dus wederom een afspraak voor donderdag. Om even weer bij elkaar te komen om te finaliseren. En vrijdag zijn we dus dan hoogwaarschijnlijk eruit. Dus voor vanavond is het wel redelijk positief geweest, de gesprekken. En we kijken dus uit naar donderdag om te finaliseren, naar vrijdag toe. Vandaag is er nog geen oplossing bereikt omdat er nog doorberekend moest worden, vooral door de minister van Financiën, om te gaan kijken van is het haalbaar. Lukt het de overheid wel om dus datgene wat wij gevraagd hebben uit te betalen? En hij kon dus staande de vergadering dat niet doen, vandaar dus dat hij dus de ruimte heeft gevraagd om die berekeningen morgen dus door te kunnen voeren, of althans in elk geval te kijken naar het beschikbare budget. En dan donderdag, wanneer we dus dan gaan zitten, dan gaan we dus op basis van het beschikbare budget kijken wat haalbaar is wat de toelages betreft. En vandaar dus dat ik ook zei, het is constructief geweest. En donderdag zal dus bepalend zijn hoe we verder gaan. Het projectbureau voor het landelijk woningbouwprogramma heeft op maandag 11 september een belangrijke ontmoeting gehad met president Santokki. Tijdens deze bijeenkomst heeft het staatshoofd enkele zorgpunten geuit met betrekking tot de woningbouwprojecten die de regering heeft opgestart, de Reeberg, Para en Lelydorp. President Santokki benadrukte dat het cruciaal is om alert te zijn op mogelijke valkuilen bij deze projecten. Met name het Reeberg-project, waar het streven is om de woningen binnen 6 maanden op te zetten, is het van groot belang dat dit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd om problemen te voorkomen. Het staatshoofd zegt dat er vanaf het begin is gevraagd om de registratie van belanghebbenden, maar dat er bij het project Pipripin nog steeds een aanzienlijk aantal mensen niet geregistreerd is. De president dringt aan op een duidelijk overzicht van deze groep. Hij geeft ook aan dat het bij public-private partnerships duidelijk moet zijn wat de overheid terugkrijgt in ruil voor hun investering. Het staatshoofd wil voor de verkiezingen van 25 mei 2025 een wezenlijk deel van de samenleving met woningnood een oplossing bieden. Tot slot is besproken hoe er tegemoet gekomen kan worden aan de behoeften van mensen met lagere inkomens, namelijk personen die momenteel niet in aanmerking komen voor de 7% lening. De Raad van Commissarissen voor de Suriname Investment Trade Agency, CITA, is op dinsdag 12 september formeel geïnstalleerd. De bedoeling is om middels dit zakelijk platform investeerders aan te trekken en daardoor verschillende activiteiten, zowel passief als actief, te ondernemen. CITA is een handelsbevordering en investeringsbevorderingsagentschap voor Suriname, welke valt onder het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. U hoort Bibes minister Albert Ramdien hierover. Vandaag heeft de president de Raad van Commissarissen voor CITA geïnstalleerd, formeel, op grond van het staatsbesluit dat in 2021 reeds was goedgekeurd.
Het heeft een beetje meer tijd genomen omdat er heel wat procedurele zaken daaromheen nog geregeld moesten worden, waaronder de financiering van een project met IDB. IDB zal, Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, zal dit project voor een periode van nog zeker 3 jaar financieren. Daardoor hebben we wat mogelijkheid om de institutionele capaciteit te versterken, te verruimen. En daarna moet CITA op zichzelf kunnen staan. De bedoeling van CITA is om investeerders aan te trekken. En daarvoor worden verschillende activiteiten ondernomen, zowel passief als actief. Met passief bedoel ik, een investeerder kan naar Suriname komen en hulp nodig hebben. Daar gaat dan CITA een stukje begeleiding geven. Het kan actief zijn, waarbij we nadrukkelijk aangeven dat er in bepaalde sectoren van onze economie behoefte is aan investeerders, aan financierders. En dan nodigen we die uit om naar Suriname te komen en verder met ons te praten. Daarnaast is er ook een exportpromotie, een handelsbevorderend component van CITA, waarbij het gaat om met name het Surinaamse product te promoten in het buitenland en daardoor de export uit Suriname te stimuleren, waardoor we deviezen kunnen genereren, buitenlandse valuta die we nodig hebben om bepaalde rekeningen te betalen, maar daarnaast ook om werkgelegenheid te creëren en ervoor te zorgen dat we een duurzame ontwikkeling kunnen realiseren dat belangrijk is voor niet alleen nu, maar ook voor de toekomst. Ik denk dat het belangrijk is om mee te geven dat met CITA en met de Raad van Bestuur nu die controle moet houden, toezicht moet houden op de directie van CITA. We hebben nu een volwaardige directie bij CITA en de bemensing wordt verder in orde gemaakt, nog dit jaar. Dat we in staat zijn Suriname additioneel op het politiek-diplomatieke vlak hebben we veel al gedaan, maar nu met CITA operationeel, dat we in staat zijn ook Suriname buiten middels handelsmissies, middels participatie aan tentoonstellingen, maar ook investeringsconferenties om Suriname te promoten als een land waar investeringsopties bestaan en waar een stukje bedrijvigheid opgezet kan worden in samenwerking het liefst met het Surinaamse bedrijfsleven. En op den duur zal dat betekenen dat we via dit instituut, dit agentschap, die langdurige structurele ontwikkeling, die gezondmaking van onze economie echt gaan realiseren. We zijn blij dat het gebeurt midden in de termijn ongeveer van deze regering, zodat we de komende 2 jaar ook kunnen demonstreren dat die investeerders die naar Suriname willen komen, daadwerkelijk ook de gelegenheid krijgen om hun kapitaal in onze economie te steken. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.